Stefan van Loek. Het Jan Breydelstadion is niet volledig volgelopen voor deze bekerpartij. Ondanks de aanwezigheid van zo'n 3000 meegereisde supporters uit Sint-Truiden. Die blijven geloven in de kansen van hun club. Want Club Brugge kan vanmiddag niet rekenen op Stales en Vermand. Wel weer op Spekhar en Stanic. Bij Sint-Truiden geen staking omwille van de te kleine winstpremie. De spelers gaan gewoon voor de eer en spelen hier vanavond. Vanmiddag moet ik zeggen voor de meegereisde supporters. Borkelmans. Met ruimte. Tweede minuut van de match. Vital Borkelmans met veel ruimte rondom zich. Gert Klaasens die haalt uit op de vingertoppen, de vuisten van Ronnie Valkeneers. Eerste grote gevaar in de partij. Hier nog eens het schot van Gert Klaasens naar de rem van Borkelmans. Gepareerd door Roland Valkeneers. Gunter Verjans. Goed gespeeld, bal ingeleverd bij Van der Elst. Stanic, draaien en dan gaat hij neer. En Sandra fluit geen penalty. Tot de ontstentenis van de clubspelers en het publiek ook. Maar hij laat doorspelen, aanval van Sint-Truiden nu. Met een duwfout van Gert Verheijen in de rug van René Petersen. En protest daar bij Club Brugge, een vechtpartij ook met de voets. Wat gebeurt daar allemaal? Houdt Sandra het nog in de hand? Zware opstoot. Hier nog eens. De fase van Stanic. Die neergaat. Er wordt niet gefloten voor een penalty. En dan een opstootje met Voets en Borkelmans. Als ze dat van hieruit goed hebben bekeken. En wat gaat Marnik Sandra als sanctie treffen? Voets bij de scheidsrechter met nummer 4. Rood. En Borkelmans ook rood. 10 tegen 10 en we zijn pas 9 minuten ver. Van der Elst, Verheijen, doorgetikt tot bij Spekhar. Stanic kon er niet bij, wel opnieuw in tussen Gert Verheijen. Steun van Verjans naast zich, maar hij draait mooi rond Diriks. Gert Verheijen brengt zichzelf in schietpositie en dan te zwak op Roland Valkeneers. Maar Brugge blijft hier zonder meer de gevaarlijkste ploeg in het matchbegin. Van der Elst, De Brul. Verheijen. Mooie aanval, Spekhar. En daar staat Stanic. En die bal gaat er net naast in het zijnet. Nou, weer een prima Brugse aanval. Ze blijven over Sint-Truiden heen walsen. Maar de bal gaat er voorlopig niet in. Robert Spekhar. Bal belandt dan via Antruisenvoet tot bij Mario Stanic. En half vallend krijgt hij de bal niet in doel. Wel in het zijnet. 19e minuut van de match. Corner voor Club Brugge weggehaald. Door Siepers. Met het. Verheijen doorgekopt. En daar staat Spekhar en die scoort. En de vlag blijft omlaag. Geen buitenspel van Spekhar. Staat 1-0. Verdiende voorsprong voor Club Brugge. Hier nog eens. Mooi doorgekopt die bal. En daar komt Spekhar. En Roland Valkeneers geklopt na 19 minuten. Vreugde bij het Brugse publiek. Woede daar straks om de uitsluiting van Borkelmans. Maar nu blijdschap op de voorsprong. Club 1, Sint-Truiden 0. Valkeneers. En die gooit hem meteen richting René Petersen. Maar Petersen loopt zich vast op Medved. En daar is Brugge opnieuw. Dirk Medved, kijk maar wat ruimte. De Brugse spelers hebben al ze oprukken. Ze worden nauwelijks aangevallen. Daar is Stanic. En hij laat hem voor Gert Klaasens. En die zorgt voor de 2-0. Met wat een gemak mag Club Brugge hier aanvallen en blijven aanvallen. En zo staat het na 29 minuten 2-0. Laatste seconde van de eerste helft. Compleet gedomineerd door Club Brugge. Logische 2-0 voorsprong. En nog een vrijschop voor Gunter Verjans. Tweemansmuurtje. De Brul naar die bal. En uiteindelijk weggewerkt door Daalmans en Erwin Koenen. Van der Elst trekt hem terug naar voren. Geen buitenspel. Mario Stanic mist de bal. Opgeraapt door Roland Valkeneers. Een betere schietpositie voor Stanic zou misschien de 3-0 op het bord gebracht hebben. Maar we rusten in. Club Brugge, Sint-Truiden. Bij 2-0. Terwijl hij nog eens kijkt naar Mario Stanic hier die zijn schot mist. Overtuigende 2-0 voorsprong voor Club. Bij de rust in de wedstrijd tegen Sint-Truiden. De Brul.
Omzeil Koenen. Verjans. En Gert Verheijen. Goed aan de partij bezig. Mooi in de loop van Gert Klaases. Die botst op Roland Velkeneers. Bijna tweede goal voor Klaases. Velkeneers in tweede instantie. Met een overtreding van Klaases overigens. Maar een nieuwe kans voor Club Brugge. De eerste in de tweede helft. Verheijen en De Brul. Aanval van Club Brugge. 19e minuut, tweede helft. Tjerven De Brul. Voorbij Erwin Koenen. De voorzet. Stanić. Botsende bal in de handen van Roland Velkeneers. Mario Stanić. Kort bij de 3-0. Bal botst. Neemt hem goed aan. Schiet dan. Maar te zwak in de handen van Velkeneers. Met vet balverlies van Hout. En daar staat Anders Nielsen. Die wordt van de voet gelopen. Omvergeduwd door De Brul. En hier fluit Sandra geen penalty voor. Fout op Anders Nielsen. 10e minuut, tweede helft. Kijk er nog maar eens. Daar is hij. Krijgt een tik mee. Gaat neer. Maar Sandra fluit niet. En dat had hij wel moeten doen. Grenier. Kopslag gemist. Van Oud kan er misschien van profiteren. Steun van René Petersen. Peter van Oud en doelpunt. 2-1. En vreugde bij Sint-Truiden. En we krijgen terug een match. Sint-Truiden als zich voor de rust leek te gaan laten afslachten. Komt hier in de tweede helft sterker voor de dag. En Peter van Oud met een mooi nummertje na een foutje achterin van Pascal Renier brengt de stand na een kwartier in de tweede helft op 2-1. Hoekschop Dirk Daalmans. Minder dan 9 minuten nog. Ja, daar ging Moret serieus met het hoofd naartoe, maar die raakte de bal niet. Die wel in de bezit blijft van Sint-Truiden. Opnieuw Moret, kopslag over. Dreiging van Sint-Truiden weer naar het einde toe. Het is geleden van de tegengoal van Van Oud dat ze nog eens in de buurt van Verlinde zijn geweest. Minder dan 5 minuten nog. Van der Elst voor Spechaar. Kurtoor naartoe. Spechaar valt. Penalty voor Club Brugge. Hier nog eens Robert Spechaar. Net binnen het strafschopgebied. Neergehaald door Curto. En kijk maar naar dat protest terwijl Sint-Truiden na de rust degelijk in de wedstrijd zat. En uitzicht dat op een goede uitslag rood voor Curto. En die staat nog niet zo lang op het veld. En de laatste 4 minuten dus met 9 tegen 11. Maakt Robert Spechaar zijn tweede goal van de namiddag. En bezorgt die Club Brugge toch nog een goede uitgangspositie. Oog in oog met Velkeneers. En daar gaat hij. Ja, binnen 3-1. Maar het scheelde niet veel. Velkeneers gaat de goede hoek. Maar het staat 3-1 voor Club Brugge. Tweede goal voor Robert Spechaar. Van op de 11 meter stip. Nadat hij foutief ten val was gebracht door Nico Curto. Die intussen, zoals u heeft gezien, naar de kleedkamer is vertrokken met een rode kaart. Club Brugge 3, Sint-Truiden 1. Tja, wat een verschil voor Sint-Truiden. Van een riante uitgangspositie naar een loodzware terugmatch. En dat allemaal luttele minuten voor het einde. Stof genoeg tot napraten lijkt me. Terug naar Olympia, daarom bij Stefan van Loek. Vital Borkemans, voor jou was de wedstrijd samen met Peter Voets erg vroeg afgelopen. Maar waarom jij een rode kaart krijgt, moet je nog eens uitleggen? Ja, het is eigenlijk heel gemakkelijk. Dus, er gebeurde een klein incident dus, met een fout op verrijden. Dan zijn er een paar